Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Alice in a winter wonderland. Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe Alice Winter Wonder Vlog. Ik ben Bojan en ik ga met jullie babbelen over Alice. Het is nu ondertussen 8:30 op de vroege morgen. En de decembermaand is alweer van start gegaan, dus het begint nog een beetje donker in Nederland. Maar dat betekent ook dat de kerstsfeer zijn entrance maakt. Zoals je hier te zien hebt. Een mooi boompje en mijn lampie. En hier nog een boom. Er mag trouwens onderhand ook wel weer sneeuw komen hoor. Dit ziet er een beetje kaal uit zo. Natuurlijk. Wordt menig workout ook niet overgeslagen. Even when it's cold, stay fit guys. Nou, genoeg over mezelf. En wat... meer over de voorstelling. Waar, welke kant is die nu net opgegaan? Want de decembermaand is ingegaan. Dat betekent dat we mogen beginnen met aftellen van de dagen. De 25e gaan we in première. En we zijn natuurlijk nog steeds keihard aan het werk om een mooie voorstelling voor jullie neer te zetten. Nou hebben wij elke donderdag een repetitie met... En nu heb ik het alleen maar over de characters hoor. Hebben wij elke donderdag een repetitie met allebei de casts. En in het weekend... doen wij met verschillende casts doen wij een doorloop. En dan hebben wij vorig weekend de eerste kostuumdoorloop gehad. Dus dat was voor iedereen hartstikke nieuw en spannend. Om voor het eerst in je kostuum te zitten. En daar ook gelijk mee de doorloop te doen. Voor mijn gevoel ging het supergoed. Het was wel heel erg warm. Maar dat komt door alle energie die in de studio wordt afgegeven. En iedereen zat te zweten in zijn pak. Nou zijn we natuurlijk keihard aan het werk. Iedereen is aan het dansen. En wat heb je nodig om goede energie te geven en een goede performance neer te zetten? Goed voedsel. Je hebt goed voedsel nodig om jezelf goed energie te geven. En daarom dames en heren, is ontbijt het allerbelangrijkste. Zorg dat je een goede basis hebt, want anders kun je niet dansen, jongens. Dat is belangrijk. Dus voor al mijn slimme mede-ontbijters en mensen die verstandig omgaan met hun lichaam, zeg ik, eet smakelijk. Nou, natuurlijk gaat mijn persoonlijke leven ook gewoon door. En ik moet nu onwijs opschieten naar school, want we gaan zo meteen lekker zingen met koor. A few moments later.